een droom. Het wordt een grote mooie galerij eigenlijk, waar je straks langs kan lopen. Hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Ja, we zijn lekker op dreef, we hebben mooi weer. Wat maak je? Nou, ik ben eigenlijk een soort, een beetje aan het uitleven op deze kozijnen. En ik maak een soort grappige, een soort illegaal, stiekem een stille kniep, zat ik aan te denken. Een soort geheim kroegje, maar dan alleen maar geschilderd. Dus mensen kunnen er alleen naar binnen kijken. Ja, hoe is het voor jou dan? Dit project hier in zo'n papengang, je hebt natuurlijk veel meer gedaan. Nou, het heeft natuurlijk wel de grote lading die je dekt, is dat we van een rotte kies een gouden tand maken. Dat is eigenlijk in de kern waar we mee bezig zijn. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Midden in de stad, weet je wel. En ik heb er wel vaker voor gevochten. En nu eindelijk kunnen we zo groot uitpakken. Dit is natuurlijk een legendarische plek voor Groningen om te werken. Helemaal als je een straatkunstenaar bent. En ja, wij zijn opgegroeid hier in dit straatje allemaal. Dus het is super leuk om hier nu met z'n allen wat moois van te maken. Voor mij heeft het, voor mijn graffiti verleden, deze steeg ook waarde. Ik heb hier voor het eerst mijn lerares Mickey ontmoet. Die nu in het Groningen Museum is bezig geweest. En die pakte dan mijn spuitbus en die zei, hey, geef eens even hier. En dan zei ik, wow, dat is Mickey. En later heeft ze mij wat les gegeven en zo. Dus dat soort, iedereen heeft hier grappige ervaringen gehad door de jaren heen. Dat is een van mijn speciale verhalen. En nu sta ik hier zelf de boel te versieren. Hoe is het idee zo ontstaan? Het idee is ontstaan omdat we hier een ongure steeg hadden die vrij donker was. En we merkten gewoon dat mensen ook de steeg gingen mijden. Onze bewoners die komen hier langs, we hebben heel veel horecagangers. Dus we hebben er alle baat bij dat dit gewoon een vrolijke steeg wordt. Groningen staat natuurlijk bekend om haar nacht. En we hebben een paar uitgaansstraten en de Paapgang is ook een van die straten. Heel veel mensen komen hier doorheen s'nachts, door de Ooststraat, lopen naar de stad. En ja, dan moest je altijd een soort ongure entree beleven. En dat was de Paapgang. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we ook als creatieve stad natuurlijk bekend staan en dat dat ook zichtbaar is. En daarom vond ik het heel erg belangrijk om dit project te starten. Trots? Ja, nou als het mooi wordt. Ik ga mijn best doen. Ja. Wordt dit nou gewoon een soort hotspot straks voor Groningen? Nou, dat hopen we natuurlijk wel. Zeker als je van kunst houdt en van, dus dat is zeker een plek waar je naartoe wil. Wanneer is de feestelijke opening? Nou, de feestelijke opening die hoop ik 30 november te plannen. Dus dan weet ik zeker dat we dat allemaal klaar hier hebben.